In deze video ga ik spelen op de World at War remake van Call of Duty Black Ops 3, namelijk de map Verge. We gaan kijken of ik daar een heel chill potje op kan neerzetten. Geef ik niet je blauw duimpje mee op achterlaten, helemaal natuurlijk enorm. En laten we kijken wat ik kan gaan doen. Oké, we spelen dus nu op de remake map uit World at War natuurlijk. We spelen op deze map, Verge heet deze. En ik denk dat deze map redelijk chill gaat worden. Ik weet natuurlijk niet, dit is de eerste keer dat ik op speel, dus voor mij is alles natuurlijk nieuw. Hoor je al iemand zitten? Zo, deze, voor mij is deze map echt best wel groot, ouwe. Spelen safeguard in ieder geval. Daar zitten enemies, daar lopen enemies met de robot. Ze spannen daar zo, oké. Waar zijn de enemies? Where are the enemies at? Dit is natuurlijk de video van 2 uur die jullie op dit moment zien. Vergeet natuurlijk ook niet de andere video's te kijken die online zijn gekomen. Oh, en mijn rug. En nog online gaan komen natuurlijk. Want er komen er nog 2 online na deze video. Als je deze video hebt gezien. Laat je lekker zwemmen. Even rebooten. Kom op. Hier staat de robot. Ze loopt bij de robot. Het is safeguard. Dus kan je gelijk een beetje de spans uit je kop leren. Dat weet je dan ongeveer. Want bij safeguard spannen ze altijd op dezelfde plek. Dan weet je in ieder geval nu al waar ze spannen. En dat is het chillen aan safeguard. Om bijvoorbeeld deze map nu gelijk uit je hoofd te leren kennen. Wat doet die robot? Holy shit. Die robot springt dus hier in het water. Nice. Ik wist niet dat dat kon. Ik speel natuurlijk weer met de VMP zoals vanmiddag. Oh, en dan komt iemand met een Manowar naar beneden. Oh shit. Kom op jongens. Ik wil even een goed potje neerzetten op deze map. Oh my god. Ze gaan het campen. Ben je serieus? What the fuck? Deze mensen, you're kidding me right now, hè? Of niet? Bro. Kijk wat je deed. Je zat in het hoekje. Het is een nieuwe map. Please, jongens. Please, doe normaal, man. Please. Dit is echt erg. Ik ben afgeslacht. Nice spam. Oké, safeguard gaat kut worden voor deze map. Dat is één ding wat ik je zeker vertel. Oh my god, ze lopen ook echt allemaal in groepjes, jongen. Wow, dude. Nice, let's go. I don't care about my score. Gaat mij erom dat ik het potje of dat ik de map weet te kennen. Dus mij maakt niet uit als ik dit potje negatief ga. Oh, het is wel jammer. Het zou mooi zijn als ik positief kon gaan. Zo bedoel ik meer. Dat ga ik op dit moment ook. Het is natuurlijk ook belangrijk, zoals ik al zei, dat ik weet hoe de map werkt en alles. Dat weet ik alleen maar door rond te rennen. En niet om mijn score te gaan janken. Dus dat doe ik nu ook. Speel het tenminste ook nog een beetje voor de objective. Maar hij probeert altijd even hier te komen. Oh, ik had hem ook nog. Nice. Ik heb mijn UAV binnen. Daar wacht ik maar mee voor de volgende ronde. Ik heb geen idee hoe alles werkt hier, jongen. Holy shit. Oh. Ketrekt, jongen. Hier zit dus een opening, alright. Kijk, een camper dan. Dat is echt, er zit 1 camper al in. Dat merk ik wel al. Oké, let's go. De enemies hebben al gescoord, dat is jammer. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. 22-10. Het is gewoon normaal, weet je. Het is niet de beste score van de hele wereld. Maar als je kijkt naar de enemies, die gaan allemaal negatief. Ah nee, behalve die graye. Die altijd via de rechterkant komt. En de gameplek. Dat is een Nederlander, sowieso de gameplek. Nou, kom op jongens. Tweede ronde. UAV erin kallen. Ook nog onze robot arm, oftewel de sight. Let's go.
Even wachten, want ik zie nu iedereen op de map. Kom op site. In mijn rug. Ah, kut. Ik dacht dat ze hem vanaf daar niet konden zien. Oké. Ik heb mijn site nu, dus let's go. Teammates gaan serieus voor de robot spelen, oké. Hoe werkt de respawn aan deze kant? Ik heb niet opgelet waar we net spawnden. Als ik aan deze map denk, moet ik denken natuurlijk aan de remake, maar ook aan Wall-E. Ik weet niet of jullie dat robotje kennen. Wall-E. Waar zit hij? Daar zit hij. Was even zoeken, maar we hebben hem. Kom op. In mijn rug. Oh shit. Ik was net iets te laat om te spotten. Nou, dat heb je natuurlijk wel eens. Dat heb je wel eens, hè, dat je te laat bent om iemand te spotten. Maar ja. Ik hoorde hem. Oh, in mijn rug weer. Nice dad. Hey, is dat Casey nice dad? Kappa. Kom op, jongens. Aan de ene kant maakt het me ook helemaal niks uit als we niet scoren. Dan is deze video gewoon tenminste een beetje een redelijke tijd. Ik neem aan dat jullie nu de video van 20 minuten gaan kijken als jullie ook de mappers kunnen spelen, dus... Dan duurt hij maar wel 10 minuten. Maar dan hebben we wel het potje verloren. Kijk, hier spannen ze allemaal. Oh my god, ze spannen gewoon letterlijk daar zo. Ze spannen gewoon letterlijk daar zo. Oh my god. Dit gaat de spawn trap map worden, geloof me. Dit gaat de spawn trap map van Safeguard worden als je hier skateboard op gaat krijgen. Ze spannen daar gewoon! Call of Duty, are you kidding me? Vandaar dat ik net ook dood ging. Want deze kant waar ik nu span is beter om te spannen. Oh mijn god. Dit is wel heel ernstig. Dit is legit ernstig, boys. Oh my god. 39-35. We hebben nog 2 rondes te gaan. En de video zit al bijna 10 minuten. Oh my god. Hoeveel gaan we? 39-15. Mijn teammates gaan ook redelijk goed hoor. Even een shout-out naar die Wisco. Maar misschien zit hij wel heel erg hard te campen ergens. Dat weet je niet. Let's go. Come on, boys. Hopelijk kunnen we even hier een 50 plus uitdroppen of zo. Ik heb bijna mijn site. Ook bijna mijn account UV. Als ik mijn hete kan halen, zou het wel even mooi zijn. Oké, hij knapt al alles eruit. Dat is wel jammer. Altijd via de achterkant komen. Waar zijn je gevlucht? Hier is hij. Oh, come on. Don't let them score the robot. Zijn er maar 4 enemies? Oh my god, jij bent een camper. Hij hoorde mij denk ik ook al. Hij hoorde mij denk ik ook aankomen, dus hij ging daar achter de headlist staan. Dan is hij natuurlijk in een betere positie dan ik ben. Dus hij heeft er slim over nagedacht. Daar heeft hij heel slim over nagedacht, de gameplay. Voor mij is dat Sam als ik het goed heb. Op Twitter heet zo'n gozer Sam. En die heet, of dat is de nee, de gameplay is dat, sowieso. En nu zijn de UAV worden, dus... Dat is minder positief nieuws, maar ik heb Ghost. Dus, they don't see me. Dat is wel een tipje. Ik weet het, ik zei het ook wel eens voor mensen die Ghost gebruiken. Maar als je een nieuwe map speelt, gebruik Ghost. Want de enemies hebben UAV. Jij kan gewoon blijven rondrennen zonder dat je er last van hebt.
En dat is gewoon beter. Zij zien jou in ieder geval niet. Oh my god, die dart ziet mij natuurlijk weer. Wauw, ik ga niet alleen maar dood, want we hebben die kutspan. Dus wij moeten helemaal daarin rennen. Ik zeg nogmaals, als je aan de andere kant spant, heb je het veel beter. Dus dat is niet aan deze kant, maar dat is aan die kant. Daar zo. Dat is een stukje beter dan hier. Deze video gaat weer echt fucking lang worden, jongens. Let's go. Succes met kijken. Laat even de comment achter. Tik ik als je nog aan het kijken bent. Dan weet ik of jullie actief zijn. Hij moet hier spannen. Ik hoor hem niet. Ik gebruik expres geen boost jump, dan zien ze hem niet. Ze gaan ook totaal niet voor de robot, hè. Echt dood. Er zijn er maar twee mensen in, dus. Dat is wel jammer, dit. Dat is wel heel erg jammer, dit. Nou, lief jij ook nog even. De ene is sowieso ergens te hiden of zo. Ja, de gate black leave. Oké, er zit nog één iemand in. Beter wordt even enemy for fighting of zo. Beter wordt het even enemy for fighting. Anders sluit ik gewoon de video af in de halftime. Ik ga niet voor één man nog een potje spelen. Dus jongens, ik ga hem hierbij afsluiten. Mocht je leuk op deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Straks komen er nog twee video's aan om 4 uur en om 6 uur. Dus thanks for watching. Tot om die twee dagen of twee tijden. En morgen om 3 uur natuurlijk weer, jongens. Doei.